Hoi, ik ben Bastiaan. 3 jaar geleden was ik hier ook. Het was vlak voordat ik stage ging lopen bij een farmaceutisch bedrijf. Dus ik wil ook even wat Spaans leren, want weinig mensen in Colombia spreken Engels. En zeker professioneel gezien gaat alles nog in het Spaans. Ik heb hier ontzettend leuke tijd gehad. Hier heb ik ook meerdere mensen ontmoet die ik gedurende mijn stage nog veel ben blijven zien. Samen uitgaan, samen dingen doen. Het is een leuke school. Leuke mensen, zoals ik al zei. De locatie is leuk, want er zijn overal restaurantjes en barretjes in de buurt. Het is veel leuker voor mij persoonlijk dan het centrum. Het oude centrum is, kun je s'avonds niet over straat lopen, is nog niet echt veilig. Terwijl het hier wel gewoon kan. En de hippe en moderne tenten zitten hier allemaal in de buurt. Ik ben hier dus 3 jaar geleden was ik hier voor het eerst. En nu ben ik hier omdat ik samenwerk met de Nueva Lengua. Ik ben hier een studentenhuis begonnen. Een beetje het Nederlandse idee studentenhuis. Dus een grote woonkamer, een grote tv-kamer, een open keuken. Met 10 slaapkamers en de studenten delen dan het huis en die wonen samen. Dus deel studenten van Nueva Lengua. Een ander deel is uitwisselingsstudenten, maar allemaal dus buitenlanders die hier voor een periode zijn. Dat brengt een erg leuke sfeer in huis. Dan kun je samen dingen doen. Dus mocht je naar Colombia willen komen om Spaans te leren, dan is dit in mijn ogen de beste school. Zeker qua locatie. Waarom Colombia? Waarom Bogota? Nou, Colombia is een land met heel veel diversiteit. Ik vind de natuur prachtig. Je hebt hier de Caribische kust, je hebt de bergen, je hebt woestijnen, je hebt alles. En Bogota. Ja, Bogota is het centrum van Colombia. Het is echt de hoofdstad, cultureel gezien, economisch gezien. Hier gebeurt eigenlijk alles. Het klimaat vind ik ook heerlijk. Het is nooit te warm, maar als de zon schijnt is het meteen wel echt gewoon lekker. Maar je hebt ook wel vaak regen, dat wel. Maar dat zijn we als Nederlanders gewend. Verder ja, de leukste, hipste restaurants en barren en discotheken van heel Colombia zitten in Bogota. Dus daarom was voor mij de keuze snel gemaakt om naar Bogota te komen. En dus ook besloten om hier mijn bedrijf op te zetten. Dus wat meer over mijn business hier. Het is een studentenhuis en het heet Es Tu Casa. Het is Es Tu Casa, dus het is jouw huis, maar ook Es Tu van Estudiante. Dus zo ben ik op de naam gekomen. Mocht je dat wat lijken om naar te gaan wonen, kun je even op de website kijken. Dat is www.estucasa.com en daar vind je alle informatie. En dan hoop ik dat ik je snel bij mij zie.